Hey, yo kijkers van Shadow Games 23. Ik ben Ronald en vandaag ben ik terug samen met Joran voor meer Minecraft Skyblock. Toch, Joran? Ja, En dat wat klopt. gaan wij vandaag doen? Nou, zoals we de vorige aflevering al wel doen, naar de Nether. Jee! Dus ja, En ik ik heb... heb hier even iets fancies gemaakt. We hebben toch besloten om de slabs in te leveren voor normale stone. Want wel, het klopte gewoon allemaal niet. Dus ja, en zo Zag het er bespaar. niet uit. Jij bent gewoon oliedop, hij gaat hier over die fence lopen. Maar kijk, Ik en dit zweef. bespaart weer enorm veel cobblestone. Dus ja, we hebben een half uur gemeten om alles te kunnen betalen, zeg maar. Dus ja, jullie kunnen het wat beter waarderen. Even kijken, zo. Hier, neem jij de lava bucket mee? Ik denk niet dat we vandaag naar de Nether gaan, maar we gaan vandaag in ieder geval proberen om de Netherpot voor elkaar te krijgen. Ik wil in de Nether. Zo. Nee, anders zet ik in je lava. Kom dan maar mee. Ik heb hier gevaarlijk Even water kijken, op. ja, zo kun je niet afvallen, want wel, ze zijn zo hoog als normale fans, dus dat is enorm handig. Even kijken, goed. Wel Als je dan. dom vooraan bij je hebt, dan... Waar moet het ding precies? Een beetje mooi in het midden. Anders gooi ik lava op je. Beetje mooi in het midden, ja, dat Ha, zeg je ik heb je inderdaad. een val gelokt. Oké, moet hij hier zo? Joran? Haal het weg. Hier zo? Zo, zeg maar, ik maak wel even een voorbeeldje. Wacht, ik kom eraan. Ik kom eraan zodra... Zoiets als Fuck. dit? Joran, wat doe je nou? Kan het heel eventjes weghalen met wat zand of zo? Godverdorie. Kan ik weer de zooi opknappen? Maar wat vind je, zullen we hem daar plaatsen? Want dit midden kan hij niet, want ik heb het niet goed gemaakt. Dus wat vind je daarvan zo? Weet je, ik neem wel even een omweg. Of moet ik heel Dus. veel spullen ophalen? Maar Joran. is dat goed? Jawel hoor. Oké. Okay. God, wat ben ik toch weer slim bezig vandaag. Nou, je moet ook gewoon nooit Ik heb een lava plaatsen. puddingbrein volgens onze geschiedenisleraar. Na een Geweldig. CITO-toets heb je volgens haar altijd een puddingbrein. The fuck was dat? Ik moest Het niezen. klonk als een womp die zijn blok had gebroken. Ik moest niezen. Maar is hier zo de goede plek, zo hier? Jawel, dat klopt wel. Prima, kunnen we aan de andere kant iets anders maken of zo? Een of ander falend ding. Zoals je oma. Mm-hmm. Sorry, die opmerking maak ik altijd. Je oma, ja, even kijken, oké. Okay. Ja, dat zeg ik Iets altijd. midden. Je moet me in Boom, de groep horen tegen de boom. leraar. Als ik dit verkeerd plaats. Heb je mooi tegen de leraar gehoord? Wat? Van ja. En dan krijgen we nog iets moeilijkers met wiskunde. Oh ja, wat dan? Je oma. Mijn god, jij spoort echt niet, weet je dat? Kijk, het Nee, mooiste netherpot ter wereld. Lekker simpel. Goed, wat je nu moet doen is, nou moet je aan de kant gaan. Dus de economische Nou, versie. pleur hier lava in zo. En dan maar hopen dat het Pleur het er dan netherpot... maar in. Ja, oké. Wachten. Nu is het wachten. Nu is het wachten, hoe je dat ook zegt. Ja, het is nu ook wachten totdat dit in de fik gaat en dan steekt dit net de pot. Oeh, dan ga ik er lekker op dansen. Dansen, dansen, dansen met Ja, maar Joran. goed, Dansen, dansen, wat we nu gaan dansen doen met is wij gaan het eiland uitbreiden. Dus. Ah, die hebben we al gehad hoor, bij de, hoe is het nou? Bij de challenges. Ja, Joran heeft al die challenges bijgehouden, echt gewoon. Ja, en ik heb... Oh, we hebben de fans verloren, nou ja. Ik heb in het half uur dat jij steen zat te hakken, was ik dus al die getallen aan het opschrijven. Ja, serieus, ik moest weer alles doen. Haha, je wil niet weten hoeveel typtijd dat me heeft gekost. En ik heb nu een lamme hand. Typehand. Oh, muisarm benoemen ze dat. Muisarm. Nou, ik heb een muis waar ik geen muisarm van kan krijgen. Hetzelfde geldt voor mijn toetsenbord. Wat wil je ook? Pro gaming shit hier zo doet. Krijg je Build and Light a Nether Portal. Nou, die mag op. Die mag alvast. Streep dat allemaal, streep dat allemaal maar af, joh. Zo, die staat nu op XV. Zo. Doet hij net het portal het al? Nee, hij is nog niet in de fik. Oh, oké, er staat een blokje in de fik. Ja, ja dat nu... moet, dat is goed, dit is goed. Het werkt. Ja, nou, nu hoop ik dat het ook tegen het ja, net het portal het. Aankomt. Wat? De fuck. Oh, ik ben slim. Nou, weet in ieder geval dat het werkt. Nu kan ik het weer overnieuw gaan doen. Nou, drie blokjes hout, dat boeit niet. Even kijken. Zo, ik heb nog maar even hout mee. Moet je dan lava? Het is ook zo fucking eindlopen. Gewoon niet normaal. Hier, pak de emmer.
Nee, die lava moet daar gewoon blijven. Ja, maar je hebt de emmer nodig. Want ik ga nu even zelfmoord plegen. Zo, en dan hierin, kijk. Spoelululu. Zo moet het. Zo. Ik had bijna al mijn hammetjes weer weg, hè? Zo, en... steek dit allemaal maar in. Zo moet het doen. Tenminste, zo staat het in die video. Dus even kijken. Nou, ik ga ondertussen verder met het eiland. Want wat we nou hebben, dat lijkt gewoon ook helemaal nergens. Dat lijkt gewoon op een fucking niks. Wat deed je net niet zoals het in de video stond of zo? Ja, ik had het blokje niet in het netherportal geplaatst. En moest dat wel? Ja. Doemkop. Doemkop, I know. Doemkop. Whatever. Sprichst du auf Deutsch? Nein, nee, even kijken. Zo, 1, 2, 3. Een little bitch. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Weet ik veel. Nein, liefst een keer. 1, 2, 3, politie. 1, 2, 3, politie, die is wel leuk. Even kijken, goed, ik dan moeten we die. Deze kant op. Deze kant moeten we nou opgaan. Ik ben een bosgeest, dus ik zit in de boom. Ja, die skin van hem die faalt gewoon. Doe maar allemaal hashtag. Ja, sorry, dit is mijn RPG skin. Ik was mijn skin vergeten. Whatever, dude. Even kijken, ik verander mijn skin de volgende aflevering al. Nee, die skin past bij jou. Dat doet het al. Nou, het hout staat nu fake. Ik weet niet of dat je uitwerking moet zijn. What the fuck? What the fuck? Die moet in de fik staan, die daaronder. What the fuck, jong? Fokje. Doe het! Stop netter portal! Hallo! Netter portal is iets van, nope. Dat denk je wel fucking niet, hè? Weet je, ik word hier gewoon ziek van, hè? Van dit soort Google dingen. Google activates! Ik ben er nu klaar mee. Game mode activate. Ik ben totaal niks nee, aan nee, het... Nee, 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 nee. Skyblock... Nether portal... Nether tutorial. Laten we dat maar eens doen. Ik heb zin om monsters in de fik te zetten. Ik ben al net terug. Nou, laten we dit maar eens bekijken dan. Zo. Als je zo de map spawner in de fik ziet, dan moet je niet vreemd gaan staan kijken. Nou, ik ga even die video bekijken. Jongens, jullie zien de zwart scherm. Of nou ja, menu. Nou ja, boeit me niet. Ik knip het er wel uit, denk ik. Waarschijnlijk staat het spawn-eiland nu helemaal in de fik voor of jou. Ik knip het er niet uit, omdat ik te lui ben. Weet ik veel wat ik doe. Een spawn-eiland staat in de fik, vertel informatie. I don't care, dude. Ik heb het net zo goed... What the fuck is dit nou? Ik heb het net zo goed aan in die video, waarom? What the fuck? Dus de. Oké, mensen, wel. Het hoort zo te lukken. Ik snap er geen drol van, serieus. Verder heb ik geen hammetjes meer. Nou, even zelfmoord plegen. Wel dan, dit is een hele interessante episode. Fuck jouw portaal. Wat? Ik had terug het portaal. Als het dit keer niet lukt, dan hebben jullie niet gezien dat we even een flitter steel pakken, jongens. Nee, ik wil het even legit doen, want... Wel, ik ben nog nooit zo ver gekomen in een skyblock. Even kijken. Goed, wel, ik pak meteen gewoon 5 stacks met wood, zo. Het hoort te werken, serieus. Het hoort te werken. What the fuck? Joran! Wat? Jij hebt dat ding gedaan met de flitter steel. Hoezo, die heb ik hier in de afgrond gegooid? Ja, hier... Bruh. Wat heeft het gewerkt? Je hebt je flip. Wat? Je hebt je flitter steel! Het heeft gewerkt! Jij hebt met je flitter steel dit gedaan, niet legit. Dat geloof je me maar niet, maar dat heb ik echt niet gedaan hoor. Ik gooide het net in de afgrond hier. Nee. Ik kan het niet kapot krijgen. Nou ja, whatever. We take it. I'll take it. Ik ga even naar het eiland. Ja, ik ga... Ik ga wel even op onderzoek uit. Nee, dat moeten we samen doen. Ik wil ook mee. Spoelululu. Spoelululubululuboe. Ik ga ook met jou mee, wacht even. Jongens, we hebben eigenlijk geen bewijs dat Joran echt met de flitter steel dit heeft aangestoken.
Ik moet hem eigenlijk op zijn woord geloven. Dus ja, let's do this. Oh mijn god, oppassen, 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 oppassen. Ice, sugarcane en bird sapling. Hier is een mushroom, Johan. Nee! Oké, heb je hem nog? Waar de fuck loop jij op? Waar ik op loop? Ik loop op niks. Oké, nou, we zijn weer thuis. Yay! Heb je wat we moeten hebben, Johan? Ja, en ook een chest. Nou, kom in naar de echte wereld. Dan gaan we de bomen neerhalen. Hoezo? Waarom zeg jij nou dat er net geen echte wereld is? Ik stond er toch echt in, hoor. En wat mag worden afgevinkt, Ronald? De Nether. Je hebt een game mode. Je hebt een game mode. Nee, hoor. Jawel. Nou, je mag met me. Jongen, je vliegt! Helemaal niet! Jij moet mijn perspectief zien, kerel. Serieus. Auw, je slaat me, what the fuck? Maar je bent daar, spooky ghost. Spooky ghost. Je zit in je rug. Spooky ghost, ja, maar je staat daar, kijk dan, oh god, dat wordt verpikt. Oh, Johan, dit is echt geen grapje. Je vloog. Dit is geen grapje. Je moet de episode straks kijken, het is zo droog. En in één keer word ik geslagen uit het niets, dus zo droog. Maar goed jongens, wij gaan het hierbij laten voor vandaag. Een soort van speciale aflevering is dit. Want wel, wij gaan nu cobblestone minen. En wel, dan gaan we het eiland groter maken. En banaantjes eten. En dan gaan we in de volgende episode de grote cobblestone generator maken. Dus ja, tot volgende keer jongens. Bedankt voor het kijken. Laat even een like achter voor het nette portal wat we niet hebben gecheat. Tenminste, ik niet. En ik heb geen bewijs dat Joran het heeft gedaan. Behalve dat hij een gamemode is gegaan. Maar dat geeft geen garantie dat hij geleden stiel heeft gepakt en dat hij het heeft gecheat. Dus ja, tot volgende keer. Bedankt voor het kijken. Joran, wil je nog wat zeggen of niet? Anders sluit ik de episode nu af. Snel, go! Oké, nou jongens, bedankt voor het kijken. En ik spreek jullie later. Later met z'n...